donderdag 3 juli en we leven om 10:33. Ja. Mijn begeleider Jack van Verlo, die daar werkt, die komt straks weer. En mijn liefhebbende surrogaatzusje Wilma, die komt. Die gaat met die camera bezig. Ja. Dat ken ik tenminste als ik wegga, meneer Frodo in de gaten houden. Ja, want dat is me niks. Dat deed ik voorheen ook, hè. Maar ik krijg de camera niet meer aan de praat. Hij doet het wel. Maar het wachtwoord is inmiddels veranderd. Omdat ik het wachtwoord van mijn man niet wist, hebben we dat moeten veranderen. Maar dat wil gewoon niet luisteren. We snappen het niet. Hij doet het nog wel, maar voor ons weer niet. Dus ja, er hoort ook een schijf bij. Ik denk dat die schijf dat moet nog weer opgezocht worden, maar die is er wel. Dus ja, ik gooi hem ook niet weg. Ik wacht eerst gewoon rustig af tot ik die schijf ook weer eens een keer ooit gevonden heb. En dan is die gewoon te koop. Ja. Want we hebben nou inmiddels dus een nieuwe. En daar zit niet een schijf bij. Dat gaat allemaal via mobiel en veel makkelijker dan toen destijds. En ja, dan kan ik mijn hondje weer in de gaten houden waar ik ook naartoe ga. Ja, of het nou naar Sint-Jutemis is of naar Spanje is, of naar Den Haag is, of naar Rotjeknor is, of gewoon hier in de stad. Maakt twee keer niks uit, ik kan hem overal in de gaten houden. Ja, en daar ben ik wel blij om. Want kijk, Astrid die wil wel op hem passen, maar die blijft niet de hele dag bij hem. Past Chrissy op hem, wat momenteel gewoon niet kan, door andere problemen. Dan haalt zij Frodo op en neemt hem mee naar haar toe. Dan heeft ze hem in het oog, moet ze dingetjes doen. Ja, boodschappen doet ze dan nooit, maar doet ze andere dingetjes, neemt ze gewoon mee. Gaat ze visite, neemt ze hem mee. Nou ja, kijk, dat noem ik oppassen, ja. Maar ja, Astrid die doet ook goed hoor. Ja, wordt verwend, et cetera. Maar ja, als ze dreigen dingetjes even gaan doen, boodschappen doen. Ja, ik kan hem ook dan niet meenemen als ik boodschappen doe, want hij mag niet in winkels komen. Het is niet een begeleiderhond voor blinden of wat dan ook. Maar oké, maakt het allemaal niet uit. Ik kan de pret niet drukken. De diertjes willen eten hebben, want Ewen die zit al kopjes te geven en te doen. Dus die ben ik al aan het kroelen met mijn hand. Dus ik ga ze lekker even verzorgen en mezelf even eten en drinken geven. En dan zullen we het beleven, hè? Ja, en ik moet de grote trap even uit de schuur halen, want de slingers moeten opgeruimd worden, die kerstverlichting moet opgeruimd worden, die kan blijven hangen, die ook wel, maar ik wil die de weg hebben. Die hangt ook niet goed. Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is hier weer van het vreemde weer, stapelwolken en zonneschijn, blauwe lucht. Daarnet was het helemaal grijs en grauw en nu komt de zon er weer bij, dus ja. Maar ja, ik heb de deur open en we gaan er gewoon van genieten. Ja, ik zou zeggen, tot later. Ja, dag lieve vrienden, het is nog steeds, ja, wat ik vanochtend al zei, 3 juli en er komt een bezorgpakketbus aan en die is wit en er schijnt de zon op. Lekker fel. Maar maakt allemaal niet uit. Het is 14:42 en wie zit er lekker gezellig bij me? Nou ja, gezellig. Ze is aan het werk. Onze lieve Wilma. Ze is aan het werk met die domme camera van mij. Ja. Dag Wilma, gaat het een beetje schat? Nee. Nee, waarom gaat het niet? Kutting. We moeten de mensen nog van je denken. Ik ben toch wel slecht. Nee, jij bent niet slecht. Echt niet. Maar het wil allemaal niet. Ze hebt er problemen mee. Hoe lang ben je al bezig? Weet ik het. Nou ja, ik weet het wel. Van ongeveer 10:45 zoiets. Dat kwam hier. 10:30. Ja, nee, even iets later. Maar zeg maar rond 11:00 is ze al bezig. En het is nu dus 14:43. Dus reken maar uit.
Wat moet jij? Moet je weer af? We gaan geen stoute dingen doen. Ik heb Frodo zijn oortjes bij de allebei zelf ingedaan. En hij had zich binnen de 2 minuten ongeveer alweer op zijn, welke poot is het? Linksachter op zijn knie, laat me zeggen, alweer kapot gebeten. Dus meneer had zijn kap weer om. Ja, nou is het even in de gaten houden. En zien wat hij doen gaat. Ja, en de vlaggetjes zijn weg, de slingers. Ja, en die kerstverlichting die daar hing is weg. Dat heb ik die Jack van Cirolo laten doen. Opgeruimd het netjes. De trap die staat er nog wel. In de hoop dat het Wilma toch vandaag onverhoopt mocht lukken. Want dan kan die gelijk opgehangen worden. Dus ja, maar eerst moet dat voor elkaar zien te komen. En dan merken we het wel weer verder. Ik ga nu lekker een bakje koffie maken. Ik denk dat Wilma wel een bakje thee lust. Of niet dan? Ja, knikt ze. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik zit nog wagenwijd met die tuindeur open, dus het is heerlijk weer. Geniet ervan, zou ik zeggen. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is al reeds avond, want het is 19 minuten over... Nee, 16 minuten over 7. Sorry. Wilma is dus alweer geruime tijd weer weg. 16 minuten over 7, ja, klopt, correct. Wilma is dus al geruime tijd weer naar huis. Die was om 5:30 pas klaar. Is vanochtend om 11 uur begonnen. Kan je nagaan hoe lang het werk heeft gehad. Maar dat was niet haar fout, niet haar schuld, nee. Ze hebben ook de goede app er niet bij geleverd. Want de app die ze erbij zeiden, die ze moest installeren, die deed het niet. Dus ze moest naar een andere app. Ze heeft zelfs gebeld naar een telefoonnummer die op de doos staat geplakt. Die beste man die wist van niks, die begreep het al niet. Dus ja, hoe en wat, we snappen er 2 keer niks van, maar ik heb hem dus op de markt gekocht. Zij had hem vorig jaar ook op de markt gekocht, op de Juttersmarkt wel te verstaan. En aanstaande dinsdag kan zij niet, want dan is haar moeder net een jaar overleden. Dus het zit zo bij haar vader. En die week erop gaat ze even met mij mee, nemen we de doos mee. En we gaan een klacht indienen, want dit kan zo niet. We zetten het wel voor elkaar gekregen, maar haar werkt niet naar behoren. Haar werkt wel, maar niet zoals het moet. Nee, helemaal niet. Maar oké, okay, kan de pret niet drukken. Ik zeg nu wel eventjes, voor nu, een fijne avond wens ik jullie toe. Ik ga nog een bak koffie doen. Vanmiddag met die videopad. Ik werd eruit geknald door videopad zelf. Want er was een update. Oké. Dus je doet die update. Bleek dat niet goed te zijn, zei Roderick. Dus die heb het allemaal weer hersteld. En nou moet ik opnieuw beginnen met die film van mijn moeder. Ja, van haar begrafenis. Ter ere van haar. Ja, de nagedachtenis. Ik had hem helemaal mooi, klaar, netjes. Ik had ook filmpjes gedraaid met moeite en pijn. En ik dus weer opnieuw beginnen. Maar ja, het is nou helemaal niet anders. De tijd zo. Wat is een man? Hé, wat is een kerel? Grodotje. Nou, toch, maar mag wel. Maar ik zet nu niks voor jou neer. Ja, dat, maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed. Ik ga nou lekker een bakje koffie drinken. We hebben ons eten allemaal gehad. Ik zit naar Dr. Quinn te kijken. Als dat afgelopen is, ga ik weer met de videopad aan de gang. En dan krijgen we GTS-steen. Ja, ook dan weer even kijken. En daarna ga ik weer verder aan het werk. En we zien wel hoe de avond reilt en zeilt. Ik zeg... Een hele fijne avond allemaal en tot later. Doei, doei.
Ja, lieve vrienden, het is weer tijd om naar bed toe te gaan. Ja, ja, ja. Het is 1 uur 50, dus bijna 2 uur, dus ik vind welletjes. Ik heb eindelijk, dankzij Roderick, ook de vlog in elkaar kunnen zetten voor 6 juli, de extra vlog. Van mijn moedertje, die ook in de hemel is. 6 juli had zij jarig kunnen zijn, maar helaas, ze is niet meer in ons midden. Dus ja, heb ik... Ik had wat oude beelden van haar begrafenis. Iemand, vraag me niet wie, heeft met een mobieltje aan het filmen geweest. Dus ja, helaas zijn de beelden niet... Zoals het behoort, het was een oud mobieltje, denk ik ook. En daar is mee gefilmd. En je hoort iedere keer ook dat inzoomen, uitzoomen. Het is weliswaar niet fijn om dat te horen. Maar ja, ik ben blij dat ik toch die beelden heb van die begrafenis. Tenminste, de uitvaart, de dienst, laat men zeggen, in de aula. En ja, dat is dus wel heel mooi dat ik die beelden heb. Ik had, ja, het is oud materiaal. Het geluid is ook niet echt goed te noemen. Maar ja, ik heb het niet opgenomen. Ik weet ook niet wie het wel heeft gedaan. Ik weet het echt helemaal niet. Karin die wist het ook niet meer. We hadden eerst al een idee, maar ja, die stond op een gegeven moment ook later bij Karin. En wie het geweest is, ik weet het dus helemaal niet. Karin weet het ook niet. Maar ja, dat was 2010, weet je. Dat mijn moeder, onze moeder en oma is heen gegaan. Dus ja, dan... zijn we er een aantal jaren weer overheen. We zitten alweer in 19. Dus ik vind het wel goed zo. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen wel rustig, slaap lekker met mooie dromen. En natuurlijk weer gezond op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.